De grensissues tussen Venezuela en Guyana kunnen zich volgens minister Albert Ramdin gaan verergeren met verschillende gevolgen. Hij sprak vandaag op een persconferentie over de ontwikkelingen rond de grenskwestie. De bewindsman zegt dat uit de historie geleerd is en alle grenskwesties aan tafel worden opgelost. Suriname moet rekening houden met verschillende aspecten alvorens een houding aan te nemen. Op basis van gesprekken, op basis van argumentatie, op basis van historische documenten, posities worden ingenomen. En ook in onze gevallen, heel Zuid-Amerika zit vol met grenssituaties. Het Caribisch gebied heeft verschillende grenssituaties, maritieme disputen. Ik kom straks terug op eentje die wij zelf hebben, waarvan velen niet weten. Maar belangrijk is in al deze gevallen om een stukje professionaliteit aan de dag te leggen. Niet emotioneel te worden, niet allerlei sentimenten op te roepen en het belangrijkste geen politiek te bedrijven. Want als er één ding is ten aanzien van nationale consensus, in welk land dan ook, dan is het wanneer het territorium aan de orde is. Ramdin verduidelijkt dat in Suriname in alle rust de kwesties besproken zullen worden. Hij stelt dat het ministerie wel een actieve rol zal innemen bij alle ontwikkelingen rond de issues met Venezuela. Maar dit is een stukje professionele diplomatie die we aan de dag moeten leggen, omdat we anders nog verder van huis zullen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik hoop dat ieder begrijpt dat we op een weloverwogen manier informatie zullen verstrekken. Zo transparant en open mogelijk. We zullen dat ook aan de Nationale Assemblée, bij de Nationale Assemblée doen. We hebben afspraken gemaakt met de vaste commissie buitenland om in januari bij elkaar te komen. Soms moet dat in besloten setting vanwege de strategische issues. Maar dat is de context. Ramdin geeft ook aan dat Suriname onderdeel is van de wereld, verschillende overeenkomsten heeft getekend en ook gecommitteerd is aan verschillende zaken in CARICOM-verband. Ons land moet zich dus houden aan bepaalde regels en overlegmomenten.